bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe limited edition collectie testen van Catrice. De Tropic Exotic collectie. Het is een hele kleine collectie, slechts 4 producten. Maar ik vond hem er echt prachtig uitzien. En ik denk oprecht dat deze producten echt goed gaan zijn. Jullie hebben in mijn laatste PR unboxing gezien dat ik ze heb besteld bij Boozy Shop. Ze liggen hier al een tijdje en ik kan niet wachten om het te gaan gebruiken. Want het ziet er echt geweldig uit. Dus laten we de intro ook niet te lang maken en gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Zoals ik al zei, het zijn slechts 4 producten. Dus ik heb mijn gezichtsmake-up al gedaan. Ik heb een klein foutje gemaakt, want ik heb cream blush opgedaan. Terwijl er een nieuwe blush is in deze collectie. Dus dat was een klein foutje. Maar ik ben er nog overheen gegaan met poeder om het wat minder op te laten vallen. Dus ik hoop dat het gewoon oké gaat zijn. Ik heb mijn basis al gedaan, maar ik heb geen bronzer op, geen gezichtsmake-up verder. Dus daar ga ik mee beginnen. Dus we gaan vandaag eerst beginnen met het gezicht en dan pas de ogen. En ik heb hier een nieuwe bronzer. Dit is de Catrice Tropic Exotic Matte Face & Body Bronzer. Dit is echt een mega grote bronzer. Kijk, even vergeleken met mijn hoofd, vergeleken met mijn hand. Hij is echt huge. En dat komt ook omdat het dus wordt gepromoot ook als een lichaamsbronzer. Ik bronze mijn lichaam nooit, dus ik gebruik het alleen maar voor mijn gezicht. Hij is mat, dat vind ik heel fijn. En ja, de kleur lijkt een beetje aan de lichte kant. Er was ook maar één kleur, maar ik hoop dat je hem gewoon gaat zien op mijn huidskleur. Dit is dan hoe hij er van binnen uitziet, met van die soort van blaadjes erop. Het ruikt naar echt helemaal niks gewoon. Alleen die kleur, jongens. Ik denk niet dat je die echt heel goed gaat zien op mijn lichaam. Het is echt een hele lichte kleur. Maar we gaan het gewoon proberen. Wat ik ook nieuw heb, is deze nieuwe kwast. Dit is de Catrice Tropic Exotic Highlighter & Bronzing Brush. Ik weet niet waarom dit wordt gepromoot als ook een highlighter brush. Want daar is hij echt niet geschikt voor. Hij is veel te groot. Maar als een bronzer kwast kan die echt ideaal zijn. Kijk deze verpakking, hoe leuk. I love it. Oh my gosh, hij voelt zo stoffig aan of zo. Alsof er hier echt een stof omheen zit. Dat is wel apart. Hij is wel een beetje klein voor een bronzer kwast. Dit is mijn normale bronzer kwast. Is echt een groot verschil. Maar op zich is het wel fijn als je een wat kleinere hoofd hebt. Of als je iets meer secuur wilt werken. Dus dit leek mij echt een perfecte combinatie. Dus ik ga het even aanbrengen. Ik heb mijn gezicht nog niet gebronst. Deze bronzer is zo groot. Ik ga stuk. Ik vind het wel heel satisfying. Je kunt er helemaal zo lekker in gaan. Ik breng het alleen nog maar eventjes hier aan de linkerkant aan. Want dan kunnen we echt het verschil zien. Oké, het is heel subtiel. Ik vind het er op beeld mooier uitzien dan in het echt. Ik weet niet, in het echt is het een beetje grijzig of zo. Het is echt een beetje te licht voor mij. Het is ook echt super poederig. Er komt echt gewoon allemaal poeder hier in de lucht. Ik denk dat het wel een goede bronzer zou zijn. Alleen de kleur matcht gewoon niet met mij. Ja, en dat is dus niet iets slechts of zo. Ik vind de kwast op zich wel fijn. Ja, het is wel een oké bronzer. Maar nogmaals, niet mijn kleur. Oeh, deze kwast is heel fijn voor zo hier bij je kaaklijn. Nou, ik ga het gewoon alsnog overal aanbrengen om te matchen. Ja, ik kan nu niet echt mijn mening geven over de bronzer. Omdat ik hem gewoon bijna niet eens kan zien op mijn gezicht. Maar ik heb het gevoel dat hij echt best wel oké is als je gewoon een lichtere huidskleur hebt. Deze kwast vind ik ook heel fijn. I love it. Vooral hier zo bij de kaaklijn. Dan heb ik ook een gezichtspaletje. Dit is het Catrice Tropic Exotic Cheek Palette. En dit is de inhoud. Je krijgt 2 blushes en 2 highlighters. Dit vind ik er echt prachtig uitzien. Dit soort paletjes van Catrice zijn vaak heel erg goed. Je hebt dus 2 highlighters. De kleuren zijn echt heel mooi. Een blush. En ja, ik weet niet. Je kunt dit ook wel gebruiken als bronzer. Maar hij is best wel glanzend of zo. Dus dit is eigenlijk een kleur die ik zou overslaan. Of als je een donkere huidskleur hebt, zou ik die gebruiken als highlighter. Maar voor mijn huidskleur zijn deze 2 kleuren allebei geschikt. En deze blushkleur waarschijnlijk ook. De blush is het enige wat een beetje mat is. Niet helemaal mat. Er zit wel een hele lichte glans doorheen. Maar niet zo extreem glanzend als deze andere kleuren. De kleur ziet er wel echt heel mooi uit. Ik baal echt dat ik nou al cream blush heb opgedaan. Ik ben echt een idioot. Maar ik kan het op zich nog wel gewoon zien. Ja, heel mooi. Oh, I like it. Kijk dit. Het heeft mijn blush nou echt een stuk donkerder gemaakt. Het blendt ook echt in als boter. Ik heb het al gezegd. Deze paletjes altijd van Catrice zijn echt altijd amazing. Dan gaan we de highlighter proberen. Ik denk dat ik voor deze wat donkerdere kleur ga. Die is denk ik iets beter voor mijn huidskleur. Oeh, kijk hoe heftig. Oh my gosh, dit paletje is echt een winning. Ik ben echt in shock. Heel mooi dit. Kijk wat een glow het geeft. Dan ga ik ook een glow aanbrengen op mijn neus. En dan ga ik deze iets lichtere kleur gebruiken. Dat zou ik normaal niet doen. Maar omdat het een review video is, wil ik ook echt gewoon elke kleur reviewen. Ja, het blendt echt in als boter. Ik heb een beetje te veel aangebracht, maar dat maakt niet uit. Ik ben echt in shock.
Dit is echt heel mooi. Deze is echt een aanrader. Tot nu toe zijn deze twee producten mijn fave. En dan last but not least, ook schaduw. Dit is het Catrice Tropic Exotic Eyeshadow Palette. Je krijgt 9 prachtige kleuren en 4 zijn mat en de rest is allemaal glanzend. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Het is zomer, maar het doet me een beetje denken aan meer een herfstpaletje. Heel deze collectie is voor mij meer herfst vibes. Maar deze twee blauwe kleuren maken het wel weer iets meer zomer. Ik vind het er zo mooi uitzien. Ik ga ze gewoon even swatchen. Kijk hoe mooi. Vooral deze donkere blauwe hier. Super mooi. Oh my gosh. Kijk deze swatches. Ik denk dat dit ook echt een goed paletje gaat zijn. Ik ga denk ik hiermee een hele mooie smoky halo eye maken ofzo. We zijn ingezoomd. Nu kunnen jullie alles wat beter zien. Ik ga beginnen met deze matte kleur hierboven. En met mijn Zoeva 228 kwast ga ik die kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. En ik maak ronde bewegingen. Want ik maak vandaag echt een ronde halo smoky look zeg maar. Dan ga ik nu in met deze iets donkerdere kleur. En die gaat ook in mijn arcadeboog, maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. En dan ga ik die beide matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Deze matte kleuren waren een beetje moi, maar nu gaan we beginnen aan het leukste gedeelte, de glanzende kleuren. Ik ga in met beide blauwe kleuren. Ik ga de donkere blauwe kleur aanbrengen in de hoeken en dan die lichte kleur zo in het midden, zeg maar. En ik maak mijn kwast nog met fixing spray. Ik hoop dat het goed gaat werken, anders wordt deze look echt een bende. Oeh, heftig. Dan met een kleine ronde kwast ga ik het zo uitblenden bij de randen. Ik denk dat ik een beetje van deze donkerbruine matte kleur pak, deze hier. En dat ik het daarmee een beetje ga uitblenden. Mensen, dit is echt heel mooi. Kijk hoe mooi dit is. I love it. En het blendt ook gewoon goed mee. Het blijft ook wel gewoon goed zitten. Echt een mooie look dit. Wat vinden we ervan? Dan pak je ook nog deze lichte glanzende kleur. En die gaat zo hier in de middenste ooghoek. Want wat er nog op de kwast zit, ook een beetje glans onder mijn wenkies. En dan zijn we klaar eigenlijk. Dit is de look. Ik heb al heel lang niet meer zo'n look gemaakt, maar ik vind het echt prachtig. Oké, eventjes wat mascara, neppe wimpers, misschien ook een eyeliner en dan kom ik zo bij jullie terug. Ben ik weer. Ooglook is helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn de stijl Baby van Kleon Cosmetics. En mijn onderste wimpers heb ik blauw gemaakt, want dat vond ik wel leuk matchy met de blauwe ooglook of zo. Dit was de hele Catrice collectie, maar ik moet nog over duidelijk ook mijn lippen doen. En ik denk dat ik een beetje wil matchen met deze beetje roze kleur hier. Dus ik ga in met deze lipstick pen van de Bratz X Makeup Revolution collectie in de kleur Jade. Is een hele mooie beetje roze genoeg kleur. Zo, en ik denk dat ik er overheen wil met een gloss. Ik denk niet dat ik het zo mat wil laten. Ik ga er overheen met deze Essence Shine 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 Lip Gloss in een clear kleur. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de collectie. Wat vonden we ervan? Het was echt een goede collectie. Ik ben ook heel blij met deze look. Als er iets is wat ik vandaag aanraad, is het zeker dit cheek paletje. Deze is echt amazing. I love it. Maar voor de rest was alles ook goed. Het enige wat ik niet echt weet is de bronzer door de kleur. Maar deze kwast vond ik ook heel fijn. Dit paletje is ook heel erg mooi. Niet het beste paletje, maar ook absoluut echt geen slecht paletje. Ik ben heel blij met hoe de look is geworden. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Is dit een collectie die jij zou halen? Wat vind je van de make-up look? Kom gewoon lekker kletsen met mij. Ik vind het altijd heel leuk als jullie leuke reacties achterlaten. En ik probeer ook altijd iedereen een hartje te geven en zo. En zoals altijd, laat me ook weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. Want ik plaats er 4 per week. Dus ik ben altijd op zoek naar inspiratie. So let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!